Afgelopen vrijdag en zondag was het weer zover. Die naamloze spelers traden op met de prinses en de kikkerprins. Okay. Mocht je nu denken, hey, dat stuk ken ik, dat kan kloppen, want in 2010 hebben ze de prinses en de kikkerprins al eens gespeeld. En dat was nu heel handig, want de decorstukken van de vorige keer, die hadden ze nog en konden dus hergebruikt worden. Bijna alles was klaar voor de grote voorstelling. Nog wat make-up hier en daar. Mooie bakkenbaarden. En even puzzelen met koude gehaktballetjes. En ze waren klaar voor een spetterende eerste voorstelling. Krijg toch allemaal de kleren, val voor mijn part allemaal dood. Ik heb geen zin om braaf te leren, ik leef toch al in de sloot. Je belt aan bij een kasteel, je vraagt naar de prinses, je legt eruit dat je een prins bent en vraagt daarom een kus. Klaar is Kees. Ja, was het maar zo makkie. Nee? Assepoester. Nou, je kunt het beter assepoester noemen. Ja, en als tweede wil ik graag in je prinsessenbedje slapen. Oh my god! In mijn prinsessenbedje slapen? Hé, hey, en waar zijn wij nou helemaal mee bezig daarachter? Met al je gedonder en gebliksem. Wat staat er nou in het script? Hier, ik heb de voorlezen aan je, hè. De heks komt binnen en het dondert en het bliksemt. Eén keer, Slome. Ben je een paar controle, mensen? Nou. Niet. Maar als je niet volgens die stomme kikker hebt gezien, daar komen we toch voor. Wie was dat, liefje? Oh, dat was PostNL met mijn bestelling. Hou je vast. Ik heb hier de allereerste toverspiegel der waarheid die er in ons land te verkrijgen is. Even kijken. Toverspiegel der waarheid? Wat is dat nou weer? Dat er vanavond iets moois gebeuren gaat. En ik snap nog niet wat. En of wat dat kan zijn. Oh, maar het voelt al zo fijn. Zeg, wat is dit nou? Dit is een schande! Wat doen jullie hier nou? Nou, we waren onderweg en we vroegen, waar is dat feestje? Nou, hier is het feestje. Oh ja? Blijkbaar. Nou, ik dacht dat niet, zeg. Wel, alles beter dan die groene gladjanus met gezeur om een kusje. Na de voorstelling kon je nog even nakletsen en op de foto met je favoriete speler. Altijd leuk! Twee hoofdrolspelers van vanavond, hoe ging het? Ja, volgens mij best wel goed. Ja, ik was het een paar keer kwijt, maar dat is helemaal niet waar. Maar ik vond het heel goed gaan. Ja, vaak keer kwijt kan ik niet anders mee. Nou, ik bemoei er mijn eigen niet mee. Maar twee hoofdrolspelers zeg ik al. Jou hebben we al heel vaak gezien. En jou wel minder. Maar volgens mij een volwaardig lid van de naamloze spelers nu. Ja, zeker weten. Ja, ik heb een paar keer meegedaan toen ik 9 en 10 was. Maar toen een paar keer niet. En nu vanaf vorig jaar eigenlijk weer echt meegedaan. Maar ik blijf het gewoon heel leuk vinden. Dus ja. Ieder jaar weer terug lijkt. Ieder jaar weer terug. Ja, zeker graag. Weten. Ja. En hoe is dat voor jullie om inderdaad een aantal nieuwe, ja, het zijn niet echt nieuwe gezichten, maar in ieder geval wel wat nieuwe spelers erbij te hebben? Ja, dat is. We blijven altijd nieuwe spelers zoeken. Hoorden we het er straks ook al. We hebben echt met de handen in het haar gezeten. Maar
het blijft leuk om nieuwe spelers die het vooral heel leuk vinden om te doen erbij te hebben. Ja, die het ook heel goed kunnen. Ah, dankjewel. Nou, daar hebben we in ieder geval allemaal van kunnen genieten. En volgend jaar weer, denk ik dan. Ja, zeker weten. Ik ben erbij. Ja, sowieso. Ja. Dus kom allemaal kijken. Nu, eerst zondag nog. Ja. We hebben het straks al gehoord, buiten de toneelspelers zelf die we altijd op toneel zien, kan een toneelstuk niet zonder de mensen achter de schermen. Wim, veel werk gehad? Nou ja, er is veel werk. Ik vind het wel heel leuk, een beetje verven, een beetje timmeren, klaarzetten, verzetten, nog een keer verzetten. Het klopt nog niet, maar het is heel leuk. En Jan, heb jij ook een speciale taak hierin? Of? Nou, een speciale taak, gewoon coördineren dat het allemaal... loopt zoals iedereen zijn taken doet, dus net klaarzetten tussenin, dat is eventjes hard werken om het en alles op zijn plaats te staan natuurlijk. Ja, want er is een heel groot toneel met heel veel decorstukken, heel veel attributen en moet allemaal op tijd klaar. Dat klopt, dat klopt. En zo heel, ja, veel attributen, redelijk veel. Ja. Ja. En dat moet op zijn tijd klaarstaan, dus, en als dat niet is, dan hebben we een probleem natuurlijk. Ja. En jullie willen ook niet op het toneel een keer of altijd maar achter die coulissen blijven? Achter die schermen. Ja? Ja, wat is het leukste. Ja. En Jan ook geen ambities? Nee. Dat heb ik ooit gedaan in mijn KPJ-tijd. Heb ik ooit toneel gespeeld, maar nee, daar beginnen we niet meer. Nou, dit gaat jullie in ieder geval goed af, dus wat mij betreft houden we zo, jongens. Ja, okay. Ja, we zullen het proberen, hè, zo te doen. Zo te blijven doen. De koning in het stuk vanavond, maar ik heb begrepen dat je eigenlijk een andere rol had. Ja, klopt. Ik had eigenlijk een maar kleine rolletje, dat had ik ook aangegeven, want ik vond het wel goed zo. Ik vind het heel leuk om uit te doen, maar ik had zoiets dit jaar van iets minder mag ook. Maar door omstandigheden en rolwisselingen hebben we het zo toch in elkaar kunnen draaien. Dus, en achteraf ja, vond ik het toch hartstikke leuk om te doen, om toch die grotere rol te hebben, zeg maar. Maar eigenlijk met een heel korte voorbereidingstijd voor jou dan, en dan toch in die rol komen, ja. Dat ging toch aardig goed. Ja, af en toe de merk je dan zelf. De zaal ziet er niet, maar dan denk je, oh, dan had ik dit of dat moeten doen. Maar nee, op zich, mijn dochter kwam, die heeft mee geoefend en die zei, je hebt het goed kunnen verbloemen. Nou, wij hebben er in ieder geval niks van gemerkt. Nee. En ik denk dat het een heel drukke tijd is geweest de afgelopen weken voor jou. Ja. Maar het resultaat mocht er in ieder geval zijn. Zondag nog een keer? Ja, zondag gaan we nog een keer vol knallen. Dus ja, dat moet een volle zaal worden weer, hoop ik. En dan gaan we er weer vol voor. Iedereen is heel enthousiast weer, want als je hier op het podium staat, is gewoon die kriebels en die kick, zeg maar, die je krijgt, die... is onbeschrijfelijk, zeg maar. En jullie spelen altijd met name voor kinderen. De reacties die je krijgt, kan je er iets mee? Ja, absoluut. Maar je merkt ook, kinderen die worden echt meegezogen in het stuk. Maar je ziet ook wel ouderen. En ook vanavond was er ook best veel jeugd, zeg maar, aanwezig. En ja, die genieten er ook van. Die zeggen ook van, het is gewoon hartstikke leuk voor jong en oud. Ja, wij hebben achter de camera's ook best af en toe een keer zitten gniffelen, dus ja. Het ging goed. Ja, het ging perfect, denk ik. En je hebt er ook een beetje van deze tijd erin gemengd in het stuk. Ja, ook al is het dan een sprookje, dus wel dingen heel herkenbaar voor ook bij oudere mensen of voor de jeugd. En zo maak je toch een stuk voor iedereen. Nu afsminken, dus voor zondag heel veel succes. Dankjewel. Heb je helaas de voorstelling gemist? Geen paniek, tijdens kerst is het natuurlijk te zien op MTV.